Wat is de uitzendservice van Digital Health? Kun jij dat lenen? Of wie mag dat lenen? En wat kun je lenen? Ik ben heel benieuwd. Ga je met me mee? Ik wil als student wat lenen. Wat zou ik lenen bij de uitleenservice? Nou, dat is een goede vraag. Want de uitleenservice, daar kun je inderdaad heel veel producten lenen. Daar kun je als cliënt, maar ook als begeleider of als medewerker, iedereen eigenlijk van Pluryn, die kan inderdaad dingen lenen. Samen als medewerker ga je samen met je cliënt achter de computer zitten. En dan ga je naar de website www.digitalhealthtool.nl. Okay. Dan ga je samen inloggen en dan ga je het product zoeken dat je wil uitlenen. Dat klik je aan, dan staat er een knop Leen nu. Je klikt het aan, dan vul je een formulier in met een aantal vragen. Waaronder, wat denk je wat je ermee gaat doen? Wat gaat het productje opleveren? En dan kun je het product, dan druk je op de verzendknop. En dan gaat er een signaal naar het magazijn. En daar gaan ze het product voor jou klaarmaken. Maar nu ga ik het weer terugsturen. Wordt de doos gelijk neergezet of wordt alles gecontroleerd? Alles wordt gecontroleerd. Dus als een aanvraag binnenkomt, dan komt dat binnen bij ons bij Pluryn. Op de Ambachtsweg hebben wij een magazijn. Daar wordt het artikel verpakt. En wordt er een sticker op gedaan waar het naartoe moet. Dan wordt het weggezet zodat het verzonden kan worden. Soms gaat het met onze interne post, maar soms gaat het gewoon met PostNL of iets dergelijks. Dan komt het aan bij degene die het wil gaan gebruiken. Ja. Er zit een sticker in die er weer opgeplakt kan worden, zodat die teruggestuurd kan worden. In heel Pluryn intermezzo, wanneer denk je dat dat in gebruik kan? Dat mensen er allemaal gebruik van zullen maken? Iedereen kan er nu al gebruik van maken, maar heel veel mensen weten het misschien nog niet. Dus ik wil iedereen aanraden om naar www.digitalhealthtool.nl te gaan en gebruik te maken van die uitleenservice.